Suriname mag zich een gezegend land wanen waarin wij gebroedelijk naast elkaar wonen, zonder al te grote problemen, zegt Anil Manurat. Hij is voorzitter van de Culturele Unie Suriname Kus. Vandaag, 21 mei, is de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling of World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. De dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties om de waarde en noodzaak van culturele diversiteit extra onder de aandacht te brengen. Voor Manurat is deze dag een bijzondere dag. Kijk, als we kijken naar ons land Suriname, en daar hebben wij verschillende soorten bevolkingsgroepen die allemaal hier bij elkaar wonen. En wij zijn altijd, zeg ik, Suriname moet een voorbeeld zijn voor de wereld. Ondanks onze verscheidenheid in alles, zijn wij toch liefdadig en vreedzaam leven wij bij elkaar. Ja, als je over de wereld kijkt, zoveel gevechten eigenlijk om racisme. Maar wij proberen toch, ik denk dat wij een ander soort cultuur in Suriname hebben, waarbij we elkaar beter accepteren. En omdat we ook niet vanaf nu, maar jaren al gestruggeld hebben, laat ik het zo zeggen. Eigenlijk het begin van de slavernij, daarna de Hindoestaanse immigratie, Japanse immigratie, allemaal. Zijn allemaal eigenlijk een soort van slavernij geweest. Misschien een moderne slavernij. Maar we hebben allemaal gestruggeld, we hebben allemaal gehosseld. Dus we weten wat het eigenlijk is om dan naast elkaar, twee verschillende cultuurgroepen naast elkaar te leven. En als we Suriname kijken, zien we dat we eigenlijk alles van elkaar een beetje al overnemen. Thuis bij u krijgt zeker een roti te eten, begrijpt u? Het cultuur wordt makkelijk overgedragen en de huwelijken ook tussen verschillende culturen gaat ook makkelijker nu der tijden. Manurat zegt verder dat het belangrijk is dat wij onze cultuur en dat van anderen kennen. De verschillende culturele groeperingen proberen op allerlei manieren hun cultuur levendig te houden. Kijk, wij als, ik als voorzitter van de Culturele Unie Suriname vind het verschrikkelijk belangrijk dat wij in Suriname met zoveel verschillende culturele groepen naast elkaar samen leven. En dat moeten we zeker koesteren en behouden. Want dat is eigenlijk een rijkdom van ons. De verschillende culturen die we hebben, de keukens die we hebben, dat moeten we allemaal koesteren en proberen te bewaren. Maar ook belangrijk dat we elkaar ook meer gaan begrijpen en proberen over te dragen om ook van andere cultuurgroepen dingen te gaan leren. Want iedereen, als iedereen zich alleen voor zichzelf bezighoudt, dan is dat ook niet goed. Dus ook belangrijk dat wij elkaar gaan, dat we als Surinamers meer, hoe moeten we zeggen, handen op één buik zetten en onze cultuurgroepen allemaal versterken. Want het is nu belangrijk in de situatie, ook hoe we zitten in het land, dat het belangrijk is dat we samen bundelen en werken naar hogere hoogtes, zodat Suriname beter op de wereldkaart geplaatst kan worden. Anil Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname. De Dag van de Culturele Diversiteit werd met de aanname van de Universele Verklaring van Culturele Diversiteiten in december 2002 ingesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.